Goedemorgen allemaal, leuk dat je op deze vlog hebt geklikt. Ik ben Lucinde en het is een nieuwe dag. Het is vrijdag vandaag, zoals je hier net al hebt kunnen zien trouwens. Ik heb zo 2 online lessen met de pauze tussendoor. En dan is mijn dag weer voorbij. Ik moet wel nog wat aan school doen en ik moet nog wat, wat huiswerk doen en ik moet nog wel leren. Dus het is gewoon een productief dagje vandaag. Dit is mijn eerste dag dat ik officieel weer uit quarantaine mag. Dus ik ga ervan profiteren. En ik ga naar Rick toe. Maar dat zullen we allemaal verder nog zien. Ik hoop dat jullie genieten van de vlog. In ieder geval. Ja. Het was 10:55. Ik had om 10:45 heb ik les. Maar meestal zijn er wel altijd een paar waarmee dan van tevoren voor de les een beetje kletsen en zo. En die komen dan ietsje eerder online. Maar die waren vandaag ook niet online. Ik was de enigste. Dus toen dacht ik, weet je, ik ga... Even kijken in de mail die hij heeft gestuurd vorige week. Staat er dat het vragenuurtje is? Nou, ik heb nu per se vragen over zijn les. Zijn lessen zijn best wel duidelijk. Best wel recht voor zijn raap, zeg maar. Sorry, ik heb hier even een haar zitten. Best wel recht voor zijn raap. En ik heb op zich geen vragen over zijn stof die hij geeft. Dus het is meer praktijk die hij geeft. Dus daarom. Dus nu ben ik alsnog 1 uur en 3 kwartier vrij. En hoef ik langer zelfs. Ik hoef pas om 1 uur weer mijn les te hebben. En dat is mijn laatste les. Eigenlijk best wel een gezinde actie om dan alsnog zo vroeg op te staan. Ach ja. Nu kan ik lekker beneden koffie gaan drinken. En het is avond. Ja. Ik loop nog steeds in mijn pyjama rond. Kan gewoon. Sorry. We hebben net sushi gehad. Vervolgens, nou eigenlijk van tevoren, is er een vriend, gewoon een vriend, van Dominique langsgekomen. Daar hebben we super gezellig mee gebeurd. Daar hebben we een super gezellige avond mee gehad. En daardoor dat ik ook niet echt heel veel heb gevlogd. Verder ben ik dus nog even bezig geweest met weer van alles. Dus daar ook druk mee bezig geweest. Waardoor het dus opeens donker was. Ja. En nu ga ik even slapen. Ik moet namelijk morgen weer werken. En ik moet vanaf 5 uur beginnen. Dus ja, het is nu 9:30. Ik leer het ook nooit. Conclusie voor vandaag. Ik leer het nooit. Ik ga dus nu wel even mezelf klaarmaken. Ik hoop dat je genoten hebt van de vlog van vandaag. Is dat zo? Dan moet je het heel even met een blauw duimpje omhoog. Druk heel even op de rode knop hier beneden. En druk heel even op het belletje om altijd geïnformeerd te worden als ik een video upload. Ik heb nog nooit zo snel gepraat, maar nu wel. En ik hoop je al morgen weer te zien bij een nieuwe vlog.